Op woensdagochtend 18 mei heeft mevrouw Van der Vondervoort, waarnemende burgemeester, verslag gedaan van het verloop van het onderzoek naar onder andere de politieke bestuurlijke spanningen binnen het college in Sliedrecht. Daarnaast heeft een extern bureau de opdracht gekregen een vervolgonderzoek te doen naar de integriteit en de interne controle van de gang van zaken rond het Baggerfestival 2006. Daarnaast is ter sprake gekomen in hoeverre burgemeester Bouvet daarbij betrokken zou zijn geweest. Volgens mevrouw Van der Vondervoort treft de burgemeester geen enkele blaam. De zaak tegen de topambtenaar die verdacht wordt is nog onder de rechter. Daar werden verder geen nadere mededelingen over gedaan. De conclusies van het onderzoek zullen eind augustus bekend worden gemaakt. De vernieuwde eerste verdieping van het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht is heropend. De officiële handeling werd verricht door de secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Sybe Rietstra. Het was de bedoeling dat dit zou gebeuren door staatssecretaris Joop Atsma, maar zijn aanwezigheid in de Tweede Kamer stak hier een stokje voor. Na afloop van de plechtigheid spraken wij met de voorzitter van het bestuur van het Baggermuseum, de heer Arie Struik. Betrokken raak je doordat je als je voorzitter bent van het bestuur, zoals dit van het Nationaal Baggermuseum, dan wil je eigenlijk dat museum steeds meer power geven, steeds meer kracht geven. En als je dan rondkijkt, dan zeg je, joh, is het soms niet iets te veel aan modellen, aan werktuigen en iets te weinig aan beeldvorming van wat doet die bedrijfstaak waterbouw daar nou eigenlijk mee? Dus in feite kwamen we een beetje tot de conclusie van we moeten meer laten zien wat we ermee kunnen, wat we ermee doen in de wereld. En dan kun je niet volstaan met een model met een kapje eroverheen. Van dat is een hopper, dat is een baggermolen, dat is een kutterzuiger. Maar dan moet je ze eigenlijk in de natuurlijke omgeving. En vandaar dat we zeiden, dan moeten we eigenlijk diorama's hebben. Dan moet je meer beeldend zijn. En omdat we weinig uitbreidingsmogelijkheden hebben op dit moment, zeiden we, ja, dan moeten we daar een verdieping voor verbouwen. En dus kwamen we tot de conclusie, we gaan die verdieping verbouwen. Nou, dat is een aardige conclusie. Maar dan komt dat verhaal wat ik zojuist ook gehouden heb. Dan moet je zorgen dat je daar geld voor krijgt. We begroten het op 2,5 ton. Dan moet je zorgen dat je de manpower ervoor vindt. Want subsidiënten willen wel betalen. Maar die zeggen, ja, wat doen jullie dan zelf? Nou, toen hebben we becijferd dat er in eerste instantie 1500 manuren van de vrijwilligers in zouden gaan. Dat zijn er meer dan 2000 geworden. Maar de vrijwilligers, we hebben zo'n 50 tot 60 vrijwilligers, die allemaal echt enthousiast zijn over het museum. Zijn die ook allemaal uit de baggerwereld afkomstig? Voornamelijk uit de baggerwereld en de maakindustrie, dus IAC en dergelijke. Mensen uit die bedrijfstak hebben natuurlijk net zoveel verstand van de gereedschappen waarmee we doen en de andere van de uitvoering van de werken. Nou, we hebben echt een combinatie van die twee. Kunt u in het kort schetsen welke zaken er bij die verbouwing allemaal veranderd zijn en misschien ook gerestaureerd? De hele bovenverdieping is gesloopt. Dat waren 5 kamers. Dat zijn er nu nog 3. We hebben alle tussenmuren gesloopt. Alle wanden zijn er afgehaald. We hebben het verfwerk en het houtwerk weer gerestaureerd in dezelfde stijl als de woning. Want het is een monument. Dus het werd helemaal weer gedaan in dezelfde stijl. Ook de verf weer zoals dat vroeger gedaan werd. Met goudspikkels en zo. Dus het is echt helemaal perfect aangepakt. Zijn daar ook nog verrassingen tevoorschijn gekomen? Want ik kan me voorstellen, als je een historisch pand als dit aanpakt en je haalt dingen weg, dat er dan ineens verborgen schatten naar voren komen. Nee, er zijn geen schatten naar voren gekomen. Wel bleek achter een wand nog een schoorsteen te zitten, wat we nooit geweten hadden. Maar voor de rest zijn er helaas geen schatten tevoorschijn gekomen. Dat hadden we graag gewild. Maar ik denk dat Volker een degelijke aannemer was die precies wist waar hij zijn geld liet. En niet ergens achter een schot. Nee. Nu is het zo dat deze verdieping is aangepakt en weer helemaal aan de eisen van de tijd voldoet. Zijn er nog plannen om nog andere veranderingen en of verbouwingen hier in het gebouw aan te brengen? In het gebouw willen we ook de benedenverdieping nog een keer moderniseren. En daarmee de oorspronkelijke historie, want we hebben daar de krabbelaar staan en het model van Leonardo da Vinci, ook in een bepaalde logische volgorde plaatsen. En daarnaast is het belangrijkste plan natuurlijk, je weet de gemeente Sliedrecht wil het plaatje herindustrialiseren. Daardoor raken wij gedupeerd omdat de baggermolen in de weg ligt. Wij willen graag een gesloten verbinding met de nieuwe lichtplaats van de baggermolen, dat is 200 meter verderop. Dan willen we een loopbrug van 6 meter. In die 6 meter willen we verschrikkelijk graag uit gaan belden
met actieve beelden vanuit heel de wereld hoe er waar gewerkt wordt. En daarnaast de toekomst zoals wij die zien van de baggerindustrie. Dus wat je nu hebt, de zandmotor voor de kust. Werken met de natuur, waarbij de natuur zelf een belangrijk deel van het werk voor zijn rekening neemt. Ecologie en waterbouw, waarbij je van tevoren rekening houdt met ecologische ontwikkelingen en verstoringen die voorkomt door weer samen te werken met die natuur. Dat willen we daar uit gaan beelden om daarmee de jongeren te enthousiasmeren van dit is een hele boeiende bedrijfstak met een geweldige toekomst. Zijn die plannen al uitgewerkt of moet dat nog gerealiseerd worden? Nee, het is in kaart gebracht. Maar de gemeente Sliedrecht heeft wat problemen. Heeft het dossier van het plaatje overgedragen aan Rom Drechtstede. Rom Drechtstede weert weer niet af van de afspraken die wij met Sliedrecht hadden. Dus daar moeten nog wat gesprekken over plaatsvinden. Om daar het een en ander glad te strijken. En dan moeten wij op zoek naar financiers uiteraard. Want de gemeente zal niet bereid zijn om het volle bedrag te betalen. U keek weer naar een nieuwe aflevering van Actueel. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.